Van het vijfde en zesde jaar van de Kunsthumaniora in Antwerpen. Wat u net hoorde was trouwens hun eindwerk over een digitale voorstelling van Antigone, de dochter van koning Oedipus. En die kan u vanaf overmorgen online ook bekijken op de website. Ik zou dat absoluut doen. Misschien ook nog even zeggen dat u misschien ook gemerkt hebt dat bij twee van de breakout-sessies er wat technische problemen waren. Dat kan bij een live evenement. Maar goed, iedereen heeft die sessie kunnen bekijken. En u kan al die sessies ook herbekijken. Ik ga dat straks ook nog even zeggen waar u dat kan doen. En die vragen die u had, want die hebt u heel vaak gesteld tijdens de verschillende sessies, die gaan we nu bespreken. We gaan dat doen met Sam Pankoeken, pedagogisch medewerker voor onderwijsinnovatie, en met Isabel Janssens, directeur van het Atheneum in Avelgem. Allebei welkom. En Raymonda, je bent er ook nog. Want er zijn wel wat vragen binnengekomen over die twee sessies waar jullie er ook bij waren. De digitale didactiek, naar links of rechts swipen en schoolbrede implementatie van zelfregulerend leren. Sam, ik ga bij jou komen met een eerste vraag om tips. Een vraag om tips die je kan geven aan scholen die die digitale transformatie waar jij het dan over had in de hand willen nemen. Dus scholen hebben het laatste jaar eigenlijk heel veel gedaan. En het is belangrijk om te gaan kijken van waar staan we nu. En dat kan je doen door bijvoorbeeld een selfie-test in te vullen, ontwikkeld door de EU. Mm-hmm. En om vervolgens acties te gaan ondernemen op basis dan van dat vier-in-balans-model. Misschien gaat de school nog wat meer moeten inzetten op visie of deskundigheid. Ja, dat zijn algemene tips. Heb je een idee van hoe dat scholen er al in staan in die digitale transformatie? Ik denk dat scholen al heel sterk bezig zijn. Hè. We hebben nu een jaar gezien van afstandsonderwijs of hybride onderwijs. Dus ze hebben al heel veel geïnvesteerd. Ja. Maar het is nu belangrijk om even op adem te komen en te kijken van waar staan we nu en waar gaan we nog extra gaan moeten op inzetten. Ja, en wat zijn daar dan de aandachtspunten waar extra kan op ingezet worden voor scholen? Niet alleen toestellen bijvoorbeeld gaan aankopen, maar toch ook gaan inzetten op die professionalisering van onze leerkrachten, mm-hmm. van ons secretariaat. Maar ook zien van, sluit wat we nu doen, sluit dat aan bij onze visie. En misschien moeten we bepaalde zaken wat gaan bijsturen. Ja, ja, want Raymonda, we hebben het daar straks ook al over gehad. Corona heeft daar toch dan voor die revolutie gezorgd. Het was natuurlijk een serieuze sprong, ook qua investeringen die moest gemaakt worden, neem ik aan, voor veel scholen. Ja, en dat was ook een grote bezorgdheid, hè, want we hebben het daar straks ook over niemand achterlaten gehad. Corona heeft ook wel een aantal structuurproblemen ook naar boven gehaald. Daar moeten we dus ook heel sterk, dat is die visie en dat beleid waar Sam het ook over heeft, dat is zorgen dat je een visie hebt, dat je zorgt dat je instrumenten hebt, elke leerling kan bereiken, maar vooral ook zorgt dat je professionals klaar zijn om de nodige ondersteuning te kunnen bieden. Ja. Dus het is eigenlijk een samenspel van al die componenten die voor ons belangrijk zijn, die we mee in de picture moeten krijgen. Ja, het is een jaar geleden ongeveer dat die sprong noodgedwongen moest gemaakt worden. Die inhaalbeweging is intussen, denk ik, gemaakt voor de meeste van uw scholen ook? Wel, er zijn in elk geval ook middelen gekomen. We krijgen er nu ook binnenkort nog extra. Maar zoals Sam terecht opmerkt, de instrumenten is niet het enige. We moeten vooral zorgen dat we een goede visie hebben over hoe ermee omgaan, hoe we dat in combinatie ook met andere didactieken op een goede manier in onze scholen zien ontwikkelen. We moeten zorgen dat de professional er echt ook wel goed mee weg is. Dus, en dat vraagt inderdaad toch nog wel wat oefening, maar we hebben inderdaad ongelooflijk grote stappen gezet, maar er is zeker nog wel werk aan de winkel. Hoe hebt u dat gedaan in Avelgem, Isabel? Bijzonder, hè? Corona stelde ons voor heel wat uitdagingen. Als we het dan hebben over zelfregulerend leren bij onze leerlingen, hebben we gemerkt eigenlijk dat door corona er heel wat aan de oppervlakte is gekomen. Hè? Dat niet alle kinderen even zelfgereguleerd leren en dat alle onderwijsprofessionals daar nog niet systematisch en gestructureerd op eenzelfde lijn zitten eigenlijk. Dus dat was een dankbare periode om voor ons als directeurs eigenlijk mee aan de slag te gaan. Wat hebben wij gedaan? We hebben eigenlijk in oktober ongeveer een aantal leerlingsselfies afgenomen waar we aan onze leerlingen gevraagd hebben hoe loopt het eigenlijk, waar val je op uit, hè? Door een aantal heel eenvoudige vragen. Ze hebben dat eerst schriftelijk genoteerd en dan is elke leerkracht met elke individuele leerling daar rond in gesprek gegaan. Er zijn ook klasgesprekken geweest. Daarnaast hebben wij ook de ouders betrokken daarin. We hebben gevraagd aan de ouders, geef een beeld, hoe ziet u uw kind aan de slag eigenlijk, zelf gereguleerd, hè? Via de digitale weg dan, thuis, alleen achter de computer, hoe verloopt dat precies? Dus dat heeft
ons heel wat data opgeleverd. We hebben ook onze oud-leerlingen bevraagd die de school al een tijdje verlaten hadden. Heel interessant was, een fantastische school, maar alsjeblieft laat ons nog iets zelfstandiger aan het werk. Hè. Tijdens onze laatste jaren in overgang naar het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt. Bijzonder wat informatie. Ja. Dat is toch een reuze stap genomen. Isabel, ik blijf bij u met een vraag die binnenkwam naar aanleiding van de breakout waar jij bij was, de schoolbrede implementatie van zelfregulerend leren. De vraag die gesteld wordt is hoe je kan vermijden dat je met een werkgroep een eilandje van experten wordt hier dan gezegd. Hè. Of de andere leerkrachten, want daar gaat het eigenlijk over, of die wel voldoende betrokken zijn. Ik denk dat het heel belangrijk is om stapsgewijs te werken. Het was mooi wat Jo daarnet zei. Hè. Hij vertelde van blijf in de zone van de naaste ontwikkeling als leraar naar jouw leerlingen toe. Wel, voor een directeur is dat niet anders. Of voor het groepje experten dan, die je rondom jou schaart. Blijf in de zone van de naaste ontwikkeling van jouw onderwijsprofessional ook. Er zijn collega's die al heel ver staan, die zelf de modellen van Zimmerman en anderen van buiten kennen, bij wijze van spreken, en al die aspecten aanhalen en ook duidelijk maken in een lesgebeuren of een leerpraktijken. En er zijn andere collega's die zeggen, oei, oei, dat zelfregulerend leren, het woord alleen al schrikt mij af. Ja. Hè? Dus ik denk dat dat een heel belangrijke is. Ja. Sam, dan kom ik nog even naar jou met een paar praktische vragen. De geonavigator waar we het over hadden, is die ook toegankelijk voor het basisonderwijs? Momenteel nog niet. Vanaf september, volgend schooljaar, zal die toegankelijk zijn voor het basisonderwijs. En dat zal een eerste versie zijn. En dan gaan we daar verder aan ontwikkelen. Ja. Vanaf dat moment kan hij ook voor het basisonderwijs gebruikt worden. Al dat materiaal waar het over ging, waar is dat terug te vinden, vragen mensen zich af. Je kan op dit moment al een groot deel terugvinden op de GeoPro. En zoals ik zei tijdens de sessie, starten we met een virtuele ruimte digitale didactiek vanaf september 2021, waar je die materialen ook gaat kunnen terugvinden. En ook in die geonavigator zullen we natuurlijk die materialen verwerken. Ja, dan kom ik nog even naar jou, Isabel. Een vraag die ook gesteld wordt voor jouw sessie is hoe met weerstand omgaan. Ik denk dat het altijd inherent is aan veranderen. Weerstand. Maar hoe ga je ermee om als je zo'n veranderingsproces opstart? Door het te omarmen. Ik denk dat de verandering sowieso inderdaad weerstand met zich meebrengt. Dat is des mensens. Dus ik denk dat je het alleen maar kan omarmen en vooral de dialoog gaande houden. Dus heel veel dialoog met het personeel en op verschillende manieren mensen trachten te bereiken. Ook door peers in te zetten met die expertengroepen of collega's zelf van de lagere school versus het secundair onderwijs. Heel veel informatie samen uitwisselen. Ja, maar dat is dan ook een vraag of het wel een verandering is. Waarom is zelfregulerend leren een onderwijsvernieuwing, vraagt iemand zich af. Leren, dat staat al meer dan 20 jaar in de eindtermen. Dat klopt inderdaad. Het staat al heel lang in de eindtermen. Maar als we de laatste onderwijsspiegel erop nalezen, als ook laatste Vlaamse onderzoeken, daaruit blijkt eigenlijk dat heel wat individuen bezig zijn met leren leren, maar te weinig systematisch, gestructureerd en doelgericht eigenlijk aan het werk gaan. Een leerlijn uitwerken vergt heel wat tijd en moet stapsgewijs gebeuren, telkens op maat van de groep waarmee je aan de slag moet. Dus dat vergt ook heel wat professionalisering en een enorm onderzoekende houding eigenlijk vanuit de onderwijsprofessional. Aanpassen, Sam, dat heet bij digitalisering ook de regel te zijn. Iemand vraagt zich af, ja, ik heb veel leerlingen die hun webcam gewoon uitzetten tijdens de les of niet willen aanzetten. Ja, zo wordt het natuurlijk wel moeilijk. Hè. Hoe kan je dat? Dat is zeker geen alleenstaand geval. Hè. Veel leerkrachten hebben dat voor. De tip die ik kan geven is, maak die digitale sessie echt zinvol. Doe dat met liefst dan nog een keer een kleine groep, waar je echt gaat verwachten dat de leerling iets gaat doen. Niet gewoon doseren en vertellen met een PowerPoint, maar laat ze actief participeren. En dan in kleine groepjes. Zodat ze zich moeten tonen. Ja, helemaal. Regel. Een andere vraag die eigenlijk ook een heel praktische is. We missen eigenlijk één ideaal platform, wordt er gesteld, waarmee we als school aan de slag kunnen gaan. Dat is misschien herkenbaar voor iedereen. Ik heb dat bij mijn zoon ook gezien. Hè. Alles wordt gebruikt. Welke voorkeur heb je? Google Classroom, MS Teams, Smart School kan ook natuurlijk. Ik heb persoonlijk zelf geen voorkeur. Ik vind het heel belangrijk dat je als school een platform kiest dat best aansluit bij jouw visie en misschien ook bij het gevoel van de leerkrachten en de leerlingen. Hè. Waar hebben we al vertrouwen mee en waar hebben we echt nood aan? Mm-hmm. En we zien wel heel veel platformen. We zien ook hele mooie updates, ontwikkelingen. Maar ja,
één perfect platform, dat is er niet. Hè. We willen graag dat die platformen met elkaar beter gaan communiceren in de toekomst. Ja, en ze zullen blijven allemaal gebruikt worden. Misschien als er één dan niet werkt, dan is er altijd andere om op terug te vallen. Isabel, nog een vraag voor jou, Sessie. Waar vind ik goede bronnen, wordt er hier gevraagd. Goede bronnen vind je in allerhande materialen. Hè. Klassen vanuit het departement onderwijs brengt vaak informatie die heel laagdrempelig is en bij de meeste leraren gewoon in een postvak in verschijnt. Maar evengoed op onze GeoPro en via de nieuwsbrief van het gemeenschapsonderwijs krijgen we heel wat informatie die makkelijk bruikbaar is. Ja, Raymonda, dan kom ik even naar je, want we gaan het eigenlijk over de toekomst. Hoe gaan jullie scholen begeleiden om die stappen te zetten, zeker qua digitaal transformatie dan? Ja, we willen dat doen op verschillende manieren. Hè. We hebben al gehoord dat je heel wat materiaal kan vinden op de GeoPro, maar het is ook zo dat in ons driejaarlijks begeleidingsplan, de pedagogische diensten, maken om de 3 jaar een plan rond hoe ze scholen gaan ondersteunen. Daarin zit natuurlijk een belangrijke focus rond dat gepersonaliseerd samenleren, om daarin ook de nodige ondersteuning te bieden en de focus daarop te leggen. Maar daarnaast willen we ook de methodologie van wat we de sandbox noemen, benutten. We hebben daar straks ook Jotun Deur horen zeggen, experimenteren moet kunnen. Veel scholen zitten met vragen en uitdagingen. En we willen eigenlijk een veilige omgeving creëren waar we dat net dat we zijn ook samenbrengen en verbinden. Hè. Dat scholen die met vragen zitten terecht kunnen, ook bij onze collega's die dan faciliteren om hen mee op weg te helpen, maar ook de connectie tussen scholen. Zien wat goed loopt, wat minder goed loopt. Datgene dat goed loopt, zorgen dat we dat delen ook met anderen. Om op die manier ook heel veel goede praktijken te kunnen verzamelen, te delen met iedereen en op die manier eigenlijk ook die stappen nog veel sneller te kunnen zetten. En dat zit ook in bredere contexten. Ik hoorde Isabel zeggen hoe ze het aanpakt op school. Wij werken heel sterk ook op gedeeld leiderschap, zorgen dat eigenlijk een schoolteam samen mee eigenaar wordt van alles wat er in schoolcultuur en processen ook wordt opgepikt, precies om mensen mee te nemen en ook te willen blijven professionaliseren. Het is een totaal aanpak om te zorgen dat we onze team sterker maken, de nodige instrumenten ontwikkelen en de nodige handvatten geven, zodanig dat iedereen er mee aan de slag kan. En het netwerk benutten dat we zijn, het net van het GO, waar we met elkaar alles delen, elkaar ondersteunen en zorgen dat we de lessons learned, dat we ze delen, maar dat we vooral de goede praktijken verder verspreiden. Ja, die sandbox is ook belangrijk in het verhaal, daar gaan we straks, kunnen mensen ook nog op ingaan. Isabel nog even, want ik noem het directrice, maar dat wordt eigenlijk door Raymonda ook benadrukt, moet een team zijn. Hè? Is dat herkenbaar ook? Want ik zag u knikken toen Raymonda dat ze... Absoluut, hè. Ja, morgen maken we samen. Excuseer. Ja. Dus dat betekent dat we lerende gemeenschappen moeten vormen, zelf buiten onze schooldomeinen heen. Morgen maken we gewoon samen, hè, met alle leraren, directeurs en professionals. Ja, leerlingen en ouders, ja. Zo hebben we het over die toekomst gehad op twee vlakken al die in die breakout sessies werden besproken. Sam en Isabel, dank je wel daarvoor. Dus het hier veranderd. Voor de twee andere breakout-sessies nog even te overlopen, want ook daar zijn vragen van binnengekomen. Lotje de Spiegeleer en Hilde van Deurse zijn hier allebei welkom voor jullie breakout-sessies. Vragen die ook nog altijd aan het binnenkomen zijn. Ik pik er eentje uit, Hilde. Als het GO kiest voor samen begeleiden, hoe bepaal je dan welke rol de verschillende actoren daarin opnemen? Hoe leg je die afspraken vast? Oh, het is een samenverhaal. Het is niet iets wat de PPD zegt van oh, ik ga nu naar deze scholengroep en dit is de rol. Nee, het is iets wat je samen met de scholengroep bekijkt. We zeggen dikwijls context is koning. Hè. De vorige spreker zei iets van zone van naaste ontwikkeling. Nee, we proberen aan te sluiten. We proberen te kijken wat is de ondersteuningsvraag. Kunnen we daar een focus in leggen? Welke expertise is nodig? En de rol die de scholengroep daar zelf in opneemt en wij, dat is, dat wordt bepaald. In de getuigenis werden er zo'n aantal rollen opgesomd. Hè. Procesbegeleider, kwaliteitsbewaker, lijntjes leggen. Wat we wel zien is dat die rollen veranderen in de tijd. Mm-hmm. Ja, dus er zijn scholengroepen die eigenlijk al
al een tijdje bezig zijn met het vormen van professionele leergemeenschappen, netwerken. En daar ook al resultaten van zien. En er zijn een aantal scholengroepen die daar nog het begin van dat traject staan. Of je hebt ook een situatie waarin scholengroepen merken van we zijn al een tijdje met netwerken bezig, maar we zien weinig effecten. Mm-hmm. Dus afhankelijk van waar de vraag zit, zullen we misschien op voorhand zeggen, we gaan misschien iets scherper die effecten bepalen samen, om te vermijden dat het niet bereikt wordt of dat we het niet kunnen nagaan. En ik denk in het algemeen zou je kunnen stellen dat afhankelijk van die noden, dat de PPD ook de bedoeling heeft om een beetje weg te veden. Hè. Het sluit aan bij het element van zelfsturing, mm-hmm. dat het mogelijk is dat de rol een beetje een trekkersrol is in het begin. Wat we ook vaak, maar dat het dan gaandeweg vermindert. En wat we ook zien is dat... het vaak handig is dat we het overzicht bewaren. Er komt heel veel informatie op scholen af, er zijn heel veel kaders. Mm-hmm. Zeker als we toch als doel van de leergemeenschap zeggen, we willen echt effecten tot op die klasvloer, op dat pedagogisch-didactisch is er heel veel. En dat wij voldoende lijntjes blijven leggen. Mm-hmm. Eventjes terug naar de visie van de scholengroep, eventjes terug. Het is een beetje wat we ook in de getuigenis hoorden. Ja. Ja. Niet elke scholengroep staat al even ver, hoor ik je ook zeggen. Kan er van elkaar ook geleerd worden binnen die school of tussen die scholengroepen? Ja, zeker. Dat is ook het interessante van samen te werken met collega's, omdat wij ook als begeleiders zelf een beetje een lerend netwerk vormen. En dat wij ook vaak uitwisselen en horen van ja, eigenlijk is dat een vraag bij ons. Mm-hmm. Ah, maar die scholengroep staat daar al ver in, om ook scholengroepen met elkaar in contact te brengen. Ja. Ja. Gebeurt dat intensief, Raymonde? Want dat is wat het voordeel van een netwerk is natuurlijk, dat je eigenlijk van elkaar kan leren en ook kijken waar het misschien anders moet. Ja, dat is voor mij nog altijd de sterkte ook van ons net, hè, dat we dat gedeeld pedagogisch project hebben en dat we heel sterk inzetten op participatie en overleg, zorgen dat we met elkaar die verbinding blijven houden. Dat is ook de bedoeling van vandaag. We zijn met velen om de handen in elkaar te slaan en inderdaad hè, elkaar daarin te steunen. De ene die sneller gaat op bepaalde terreinen of een andere die dan weer sneller op iets anders gaat, die intervisie. Het delen met elkaar. We komen regelmatig samen, we overleggen, we informeren, we vormen die lerende netwerken. En dat is inderdaad heel belangrijk en heel fundamenteel om op die manier vooruit te kunnen gaan. Maar ook binnen scholengroepen zelf, zoals Hilden ook aangeeft. Ik heb bij de start van ons GEO 2030 alle scholengroepen bezocht. En dat was net nog mogelijk voor corona. Mm. En waar scholen ook met elkaar deelden en dat men zei van dat heb ik nooit geweten. Dat jullie dat en dat en dat al doen. Dus dat zet eigenlijk heel veel in gang. Ja. Ik zeg altijd, het GEO is een beweging. En we moeten die beweging, die community, echt benutten om op die manier datgene wat we kunnen en wat we kennen te delen en te zorgen dat we op die manier elke leerling, want voor ons is elke leerling, of die nu in de Westhoek of in Limburg en alles daartussenin zit, we willen hetzelfde doel bereiken voor elk van die jonge mensen. En dat samen delen en versterken is in die zin echt wel heel belangrijk. Ja, en op dat vlak kan iedereen van elkaar leren, dat is misschien ook Absoluut. Dan de boodschap. We hadden het over de leerlingen. Leerlingenbegeleiders hebben we samen, dat was de breakout sessie, Lotje, waar jij bij zat. Een heel concrete vraag al bij die sessie. Wat is de timing van de scan en de e-modules waar het over ging? Waar kunnen we ze vinden? En kan je die timing toch nog eens benadrukken of plaatsen? Ja, zeker, ik vind dat een fantastische vraag. Want voor mij geeft die aan dat mensen goesting hebben, dat de collega's dat helemaal zien zitten. Mm-hmm. Dus ik ga eens proberen om het een beetje te schetsen hoe het zich verhoudt en wat de timing is. Waar kan je het vinden? Dat is in de navigator. Daar kan ik heel simpel in zijn. Dat is op één plek. Daar gaan we echt voor strijden, dat daar allemaal terechtkomt. Wat is de timing? Ik denk dat je twee verschillende zaken uit elkaar moet halen. Dat is het eerste stuk dit jaar. Dat zitten we in een pilotfase. Mm-hmm. Alles is klaar. De scan is klaar. De ISOB is klaar. De ILLB is klaar. De e-modules. Maar die worden nu gepilot in een aantal scholen. Voor ons is dat heel belangrijk. Niet alleen inhoudelijk, ik verwacht zeker inhoudelijk nog dingen die onduidelijk zijn of dubbel zijn. Maar ik verwacht ook technisch misschien nog wel wat problemen, tekorten. En die tijd hebben we echt nodig om dan tijdens het zomerreces toch nog een aantal zaken aan te passen. Wij engageren ons om tegen eind september alles klaar te hebben. Maar dan gaat het ook over implementeren. Dat is ook een belangrijke vraag. En dan zit er wel een volgorde in. En de volgorde is,
in de ideale wereld starten met de ILLB, want die geeft de taal, die geeft het jargon en de kaders om misschien zelfs de scan in te vullen. Maar dat zal ook de pilot uitmaken in welke mate is het belangrijk dat eerst de ILLB, de kaders doorlopen, de taal samen creëren, moet voorgaan op de scan. Want de scan zouden we eigenlijk zo, hoe vroeger hoe beter willen doen. Dus dan spreek ik echt wel over eind september, begin oktober, om dan met de ILB aan de slag te gaan. En dan de SOB-module zal meteen beschikbaar zijn, maar je zit eerder in die verhoogde zorg en ga je gebruiken als je die nodig hebt. Dus niet iets wat je zomaar doorloopt. Ja, maar dus dat is een duidelijk antwoord op die praktische vragen. Straks nog een aantal, maar eerst Hilde, van jouw breakout-sessie nog enkele dictie binnenkomen, waar verwezen wordt naar de praktijk van schoolgroep Invento, dat is denk ik als voorbeeld aangehaald werd. Wat was de doorlooptijd voor de ontwikkeling van de professionele leergemeenschap daar? En wat waren de moeilijkste hordes bij het vormen van die PLG? Ja. Nu is een hele concrete vraag waar Cathy uiteraard beter op zou kunnen antwoorden. Maar ik denk zoals uit de getuigenis bleek, zo van, het zijn verschillende projecten, verschillende thema's die zijn behandeld in de scholengroepen. Het is begonnen eigenlijk met een visietraject. Dus eigenlijk zou je niet zeggen van het is één ding, het zijn eigenlijk een aantal stukjes. Het zijn een aantal puzzelstukjes waarmee gewerkt is. En ook de groep die daarbij betrokken was, was anders. Hè. Soms heb je een netwerk van zorgcoördinatoren. Dus het is een moeilijke vraag om voor mij nu heel concreet te zeggen van, omdat ik weet dat het verschillende deelgroepen, verschillende thema's zijn geweest. Ook naar hordes kan ik ook wat vertellen van wat ik weet. En ik denk dat een van de hordes is... Ja, het is een andere manier een beetje van werken. Het is ook voldoende, ik denk dat de collega's het ook mooi benoemden, een stukje vertrouwen hebben, want het is niet altijd zo gemakkelijk. Het is een beetje twijfelen. Het is ook het volgen van mensen is moeilijker dan het gaan overnemen. En om daar, ik denk als procesteams, mensen die dat proces begeleiden op scholengroep, om niet te snel beslissingen te willen gaan nemen. Want je bent eigenlijk met twee processen bezig. Je wil uiteraard ergens komen, maar je wil ook in dat proces tegelijkertijd mensen laten groeien. Het is al een paar keer aan bod gekomen vandaag, die zelfsturende vaardigheden, dat reflecteren, dat onderzoekende. En dan moet het procesteam heel erg in zijn rol blijven van we luisteren, we nemen terug, we schakelen terug en wij gaan niet hier ter plaatse al knopen doorhakken. Dus dat gaat zeker een van de hordes geweest zijn. Ja. Dat is al een heel praktisch antwoord ook voor de mensen die dat stelden, die vraag. Lotje, dan kom ik even naar jouw sessie terug. Dus even switchen. Hè, waar gezegd wordt, die concepten zijn heel helder gebracht, die zijn duidelijk. Maar hoe ga je dan leraren activeren, doelgericht mee aan de slag gaan in de klas? Hè? De oefeningen en duidingen, ja, die stoppen waar het echte werk begint precies, wordt hier gesteld. Nagel op de kop, hè. Heel relevante vraag. Gelukkig hebben wij een hele mooie ondersteuningsstrategie uitgedacht. Een nieuwe ook voor ons driejaarlijks begeleidingsplan, waar we enorm inzetten op die materialenbank. En ik zou dat zelfs een route willen noemen. We gaan routes maken in de navigator. En een route is leerlingbegeleiding. Daar zal zeker de ILLB een plekje in krijgen. Maar ik ben zo overtuigd als de persoon die de vraag stelt, dat door die kaders te gaan en die taal te spreken, zet je een mooie eerste stap. Maar dat is niet genoeg. Dan begrijp je een aantal dingen. Dan hebben we onze HGW-geocirkel. Het helemaal mooi doorlopen van wat zijn die kinderen, wat hebben die nodig, wat zijn hun kansen. Met kant-en-klare tools, ondersteuningsmaterialen voor de leraren, om dan goed die doelen te gaan begrijpen, de zorgbehoeften, de ondersteuningsbehoeften te begrijpen. Dan pas goed na te denken, hoe organiseren we onze klas dan en hoe gaan we dit realiseren. Dit komt ook in die materialenbank, in een routesysteem met strategieën. Bovenop, als dat niet voldoende is, hebben we een helpdesk. Niet alleen een Q&A, maar ook echt een vragenuurtje. Ik zit daar vast, kan je me even verder helpen? En als dat nog niet genoeg is, hebben we ook een professionele leergemeenschap die opgestart wordt door onze schoolontwikkelaars. Zij ondersteunen hoe dat kan opgestart worden, hoe dat werkt volgens de regels van de kunst. Eigenaarschap ligt uiteraard bij de scholengroep, maar daar kan kennis gedeeld worden en kan er van elkaar geleerd worden. Ja. Het zal niet aan de mogelijkheden liggen om hulp in te schakelen. Hè. Een andere, ook praktische vraag, Lotje. Kunnen we de vragen van de LLB-scan inkijken? Ja, ik begrijp die vraag heel goed. En dat kan absoluut als je pilot bent.
En het nadeel van pilot zijn is dat je werkt met een ruwe versie, waar misschien nog technische fouten in zitten. Dus als er iemand zich geroepen voelt, mag je dat zeker doen. Maar we verwachten wel de tegenprestatie van die feedback te geven, zodat we kunnen het verbeteren. Maar anderzijds kan ik die persoon ook geruststellen dat er niet veel geheimen in zitten, dat we eigenlijk de inhoud van de scan van de inspectie hebben overgenomen. Dat we daar natuurlijk een stevige laag gepersonaliseerd samenleven hebben ingestopt qua vragen. En dat we daar mooi de HGWGO-cyclus weer in volgen, zodat we goed kunnen kijken welke gaatjes zit er nog in die taart van die cyclus. Ja, dus dat is ook een duidelijk antwoord. Hilde, kom ik nog even naar jou. Een vraag die ook gesteld wordt hier is wat je doet als leraar in een school of scholen het niet zien zitten om deel te nemen aan die professionele leergemeenschap. Want dat kan natuurlijk ook altijd. Hè? Ja. Ja, ik moet even denken aan het antwoord dat Isabel daarnet gaf, zo van weerstand. Van hoe kijk je daarnaar? Een beetje als misschien belangrijke informatie die nog niet aan bod gekomen is. Nu, we denken in ieder geval dat het heel belangrijk is als een schoolgroep hiervoor kiest. Hè. En ik denk, het zit nu in de visie van het GO. Het is ook iets wat... Maar we zeggen van, dat is wel een verwachting ook. Hè. Ik heb even verwezen naar het ROC. Het is een verwachting dat we daar naar groeien. Iedereen is overtuigd van de meerwaarde, maar we begrijpen absoluut dat ofwel binnen een school of leden van verschillende scholen daar niet altijd om staan te springen. En ik denk dat het dan een aantal dingen zijn, een heel belangrijke rol of een heel belangrijke functie die de scholengroep hierin heeft, van echt in die visie te gaan staan. Hè. Mm-hmm. Want je kunt niet verwachten dat iedereen enthousiast is als je zelf ook niet een stuk gaat moddelen, een stuk gaat stimuleren, ook heel erg gaat uitleggen waarom het zo belangrijk is of waarom je als scholengroep die stap zet of waarom je daar verder in wil groeien. Ik denk dat mensen dat nodig hebben. En het tweede, zo het zoeken van waar houdt mensen tegen. Is dat een beetje drempelvrees om met collega's van andere scholen te gaan samenwerken? Is dat om dingen te delen? Is dat wel goed genoeg? Waar zit het op? Dus ik denk dat dat een uitdaging is om te kijken van wat hebben mensen nodig. Heel vaak zit het op cultuuraspecten. Heel vaak zit het een beetje op die drempelvrees. Dus ik denk dat dat belangrijk is om daar aan te werken. Ik vind het een allermooie vraag. Als allerlaatste vraag naar jou te komen, Ramonda, die weerstand die er altijd was met al die ervaring, is dat inherent aan verandering misschien een beetje? Ja, sowieso. Maar ik denk dat het mooie aan dit verhaal is dat we GO 2030 ook samen gemaakt hebben. Dat is niet iets dat uit de pen van iemand in Brussel gevloeid is. We hebben hier samen over nagedacht. Het mooie beeld van de Poolster en de Poolstervisie is iets wat we samen ook met de collega's uit scholengroepen en scholen hebben gedefinieerd. En waar we dus ook samen achter gaan staan zijn. Maar dat betekent tussen droom en werkelijkheid is er een pad te gaan. De tekening die we gemaakt hebben van de Poolster is ook geen rechte lijn. Het is een kronkelig pad. En dat betekent inderdaad dat we zullen moeten met elkaar aan de slag gaan, die weerstanden bekijken, maar vooral vanuit die inspiratie en dat doel om al die leerlingen en al die lerende kansen te bieden, te ontwikkelen en te zorgen dat ze inderdaad naar onze scholen komen en onze centra met een heel fijn gevoel en daar ook weten dat ze goed ondersteund worden en dat hun toekomst veilig is als ze bij ons daar terecht geweest zijn en school hebben gelopen. En dat is de inspiratie die we vandaag ook hebben willen meegeven. Van we staan er één niet alleen voor. We hebben erover nagedacht met z'n allen om te weten waar we naartoe gaan met nog altijd dat mooie pedagogisch project dat ons allemaal samen verbindt. En we zijn met eigenlijk 40.000 om dit waar te maken en te zorgen dat we geschakeld en schouder aan schouder hier echt wel werk van maken. En dat is de inspiratie die we samen willen blijven geven en delen met heel veel geïnspireerde mensen en met heel veel enthousiaste en betrokken mensen. Want ik mis het zo van naar de scholen te kunnen gaan, want dat is wat ik altijd gezien heb. Dat engagement, die betrokkenheid en die wil om voor onze lerenden echt wel het verschil te maken. En dat moeten we ook blijven doen. Ik denk dat die scholen jou ook missen en gaan missen. Maar daar ga ik het meteen over hebben. Lotje en Hilde, heel erg dank. Blijf vooral nog even zitten, want Ramonda. Ik moet ook dank u zeggen, een beetje vreemd in deze rol. Maar ik wil iets anders zeggen. Op de redactie bij ons, ik werk op de VRT Nieuwsredactie, als we iemand moeten interviewen, dan is dat, moet dat snel gaan. We moeten wijd, boeven, verlinden. Als we het gemeenschapsonderwijs, we moeten Ramonda
bellen. Je wordt bij ons met je voornaam aangesproken, dat is eigenlijk heel mooi. Hè? Ja. En dat geeft ook aan hoeveel warmte je uitstraalt. Ik denk dat ik namens iedereen die kijkt, mag zeggen. Ja? Maar het is je laatste congres. Hè? Het pensioen longt, het is nog niet meteen. Maar ik kan me niet inbeelden dat je engagement gaat stoppen. Nee, zeker niet. Het zwarte gat longt helemaal niet. Ik zal nog bij heel veel dingen betrokken worden. Het fijne is dat ik inderdaad ook gevraagd word door diverse organisaties om mij verder te blijven inzetten, die heel dicht ook op onderwijs staan. Maar binnen het GO hebben we ook een foundation opgericht vanuit het bieden van kansen aan alle jonge mensen. Zorgen dat we daar projecten ontwikkelen om hen te ondersteunen. En de vraag is mij gesteld om daar toch ook nog actief binnen te blijven. Niet binnen de foundation zoals ze nu is, maar met een specifieke opdracht. Ik heb altijd heel veel zorgen en tot vandaag rond toch wel een grote groep van jonge mensen die de schoolbanken verlaat zonder dat ze dat diploma hebben. Ik houd niet van het woord ongekwalificeerd, want ze hebben kwalificaties. Maar om hen te motiveren en te stimuleren om die eind mee te halen, daar moeten we ook met de bedrijfswereld in contact komen. En dat is een opdracht die ik nog wel graag wil opnemen om daar op in te zetten, maar binnen een stuk van de GO Foundation die we vandaag al kennen. Maar na 1 september, wat is tot 31 augustus? Ik blijf nog met heel veel goesting en plezier aan de slag tot het einde van dit schooljaar. Ja, mijn opvolger die staat klaar in de coulissen intussen. Ja, dat klopt. En ik ben ook heel blij met de opvolger. Het is een collega die al werkt bij ons, die we dus ook kennen. Het GO wordt in goede handen overgedragen. Iemand die heel geëngageerd en betrokken is en die zeker dat pedagogisch project gaat verder uitdragen, koesteren en zorgen dat we als GO blijven evolueren en groeien. En daar ben ik heel gerust in. Ik heb het gezegd toen het beslist was, er is een stukje een last van mijn schouders gevallen, omdat ik het nu in volle vertrouwen zie verder gezet worden. En dat doet heel veel plezier. Het is Koen Pellerio die u gaat opvolgen. Zijn zware taak zal zijn als we op de redactie naar het GO bellen dat we Koen zeggen. Ja, dat is de grote uitdaging voor hem. Raymond, we hebben nog een paar fijne dingen te doen, want je gaat ook iets weggeven voor je allerlaatste keer. Iets bijzonders. Ja, ik ga een foto weggeven. Een foto van mijn eerste september, toen ik afgevaardigd bestuurder was in 2009. En ik was toen uitgenodigd in Waregem, zowel op Waregem-koersen als in een van onze basisscholen. En wie Waregem zegt, zegt Hoeden. Ja. En ik wou eigenlijk met een mooi symbool van het GO daar naartoe gaan. En ik heb een hoed laten maken, een flashy oranje hoed, waar we onze VIP in verwerkt hebben. De mensen, dit is ondertussen niet meer het echte symbool, maar degenen die al langer in het GO zitten, kennen het. VIP, om aan te tonen dat elke leerling bij ons telt en belangrijk is. En daar is een foto van gemaakt. Toevallig, Raymond, deze foto. Dat is die foto, inderdaad. Ja, die gaan we verloten. Enfin, iemand die nu aan het volgen is, gaat die winnen. We hebben de winnaar trouwens al bekendgemaakt. Je hebt een enveloppe bij jou met die naam. Ik stel voor dat we het ook wat hoort, wat spannend maken met tromgroffel. Ik ga jou laten zeggen wie deze foto wint. Ja. En de winnaar is Patrick Witko. Dico van de GO Scholengroep Waasland. Voilà, deze foto, een herinnering aan jou, komt zijn richting uit. Maar iedereen die aan het kijken is, die heeft al iets wat qua symboliek ook wel kan tellen. Hè? Ja, we hebben voor alle collega's die hier vandaag aanwezig waren ook een blaadje laten afleveren. En we hebben vandaag samen heel veel zaadjes geplant om te zorgen dat dat GO kan blijven groeien, dat die leerlingen kunnen blijven groeien, al die lerenden kunnen blijven groeien. En jullie hebben allemaal zo'n mooi blaadje gekregen dat als je daar water over giet, dan gaan er zoveel mooie bloemetjes bloeien. En dat is wat ik bedoel met laat ons het verschil maken. Laat al die jonge mensen, al die lerenden die bij ons terechtkomen, laat ze bloeien en evolueren. En dat doen we met gepersonaliseerd samen leren en geïnspireerd leren. En daar hebben we vandaag samen kunnen delen en samen van kunnen genieten. Zo is dat. Raymond, dan mag ik nog heel mooie laatste maanden toewensen en heel veel succes met de andere engagementen die je gaat aangaan. Dank je wel. U allen, heel erg dank voor het kijken. Het was hopelijk een heel inspirerende middag. Iedereen die hier te gast was, bedankt. Vooral de muzikanten, toch nog eens heel erg bedanken. En ook zeggen dat u alles kan terugvinden. U krijgt ook vrijdag, dacht ik, een mailtje met een link naar opnames. Kan u ook die andere breakout-sessies nog volgen. En nu moet u absoluut nog niet weggaan. U kan naar de netwerklounge, zoals dat heet, virtueel. U hoeft zelfs uw stoel niet
op te stappen. Daar zijn een aantal netwerktafels, onder meer over de Geo Foundation, waar Raymonde het net over had, over die sandbox trouwens ook, over andere thema's. U kan ook individueel chatten met de andere mensen die hier vanmiddag zijn. Ik wens u nog een heel fijne dag en veel plezier hier nog.